veroorzaakt doordat daarnaast vaak lange overtunes werden gespeeld. Iets wat ze ons tegenwoordig niet meer kunnen voorstellen. Het nummer dat wij nu gaan spelen werd altijd op het kerstconcert gespeeld. En toch is dat de laatste jaren niet zo geweest. Hierin heeft onze dirigent een duidelijke stem. Volgens Leo dient het muziekstuk te worden gespeeld zoals het is bedoeld. Een muziekstuk dat al jaren op de lessenaar staat en al jaren door muzikanten wordt gespeeld, wordt vaak niet meer precies gespeeld zoals is bedoeld. Ritmes worden naar eigen interpretatie ingevuld. De klankkleur van een noot krijgt een eigen invulling. Toch heeft Leo, speciaal voor dit jubileumconcert, het aangedurfd om de Radetzky-mars voor u ten gehoor te brengen. Begeeft u zich tijdens het horen van deze mars in de kerstsfeer van de jaren 80.